But there was minus 17. When minus 17, yeah, yeah. Okay, Roger, then. Help, daar zit het vertrek bij de Alex Zuid. En dan gaan we vooral naar de Amazone. Dus ik heb de hogeschool gedaan en toen ben ik daarna gaan varen en toen heb ik 11 jaar gevaren. Ik heb op zich een goed contract, 3 maanden op en 3 maanden af, dus 3 maanden thuis. Maar ja, 3 maanden thuis was ik ook zo gehecht geraakt dat ik het eigenlijk niet meer zo leuk vond om weer 3 maanden weg te gaan. Dus toen denk ik, en ook dat ik ook al 11 jaar gevaren had, dacht ik van nou laat ik in ieder geval proberen om nog iets anders te zoeken. En toen ben ik bij het loodswezen terechtgekomen uiteindelijk. Het wereld van verschil als je met windkracht 3 bijvoorbeeld een bepaalde manoeuvre uit moet voeren of met windkracht 7. Bijvoorbeeld de grootste containerschepen die hebben sowieso bijvoorbeeld al windrestricties. Boven een bepaalde windkracht komen ze zelf al, willen ze al zelf niet naar binnen, hè? Want dan zegt zo'n kapitein van nou dan wordt het voor mij wordt het te gevaarlijk, want de winddruk, de krachten worden zo groot, dan wordt het niet meer veilig kunnen behappen. Dus dan wachten ze gewoon tot de wind is afgenomen. Dat is ook een van die mooie dingen in ons vak waar je dan altijd tegenaan loopt, waar je heel vaak mee merkt, je kunt niet tegen de natuur inwerken, dat verlies je altijd. Je zult altijd met eb en vloed rekening moeten houden. Als het heel hard waait, zul je er rekening mee moeten houden. Je kunt nooit doen alsof het niet zo is, want dan gaat het mis.